Rosebel Gold Mines NV heeft vanmorgen met 35 beursalen een contract getekend. Dit contract is onderdeel van het Rosebel Beurzenprogramma voor het schooljaar 2022-2023. Het doel van dit project is om de beurzen te verstrekken aan de meest succesvolle studenten van Milo en LBO scholen in Brokopondo en Atjoni. Dit jaar zijn er 3 leerlingen van de basisschool meegenomen in het traject, die samen met 4 anderen die een vervolgcontract voor hun HBO-opleiding hebben getekend, behoren tot de nieuwe beursalen. Volgens Rosebel-directeur Michiel Vlijscheur zijn er altijd voorwaarden om in aanmerking te komen van zo'n beurs. Dat betekent dat je elk jaar de studie met succes moet afronden. Dus het schooljaar moet succesvol worden afgerond. Zo niet, dan lig je eruit. Als je verantwoordelijk bent voor een zwangerschap of zelf zwanger raakt, dan lig je uit het programma. Als je in aanraking komt met justitie, dan gaat het programma niet meer voor jou door. En als je niet houdt aan de regels van de onderwijsinstellingen en het internaat, ook dan moeten we helaas het programma stopzetten. Zojuist in het filmpje ook gezegd dat een aantal jaren zijn er dus, is iedereen gewoon succesvol doorgegaan. En dat is enorm knap, want de druk is enorm hoog. Met name om het schooljaar succesvol te af te ronden. In het filmpje werd gezegd dat op dat moment 3 personen het complete programma hadden afgerond. Momenteel hebben we er inmiddels 7. En correct me als ik fout ben. Het contract voorziet in de kosten van huisvesting, maandelijks vervoer, consumptie, zakgeld, collegegeld en studiemateriaal vanaf het moment dat de studenten aan het programma beginnen totdat zij hun diploma voor het hoger onderwijs hebben behaald. Vernon Kershout, vertegenwoordiger vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, juicht het beurzenprogramma van Rosebel toe. Vanuit het ministerie maken we ons sterk om gelijke kansen te bieden voor alle Surinamers in stad, district en binnenland. En natuurlijk kan je dat op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld binnen het bestaand onderwijssysteem zoeken naar betere instroom- en doorstroommogelijkheden. Maar natuurlijk kun je ook kijken waar degenen die het hardst nodig hebben een steuntje in de rug kunnen krijgen door middel van bijvoorbeeld het financieren van hun studie. Natuurlijk zijn er vanuit het ministerie ook programma's wat dat betreft. Maar we zijn zeker enorm dankbaar wanneer bedrijven die opereren in dit land wat dat betreft ook hun verantwoordelijkheid nemen om wat dat betreft te ondersteunen. Dus van deze plaats uit, in elk geval namens het ministerie, heel hartelijk dank, Rosebel Gold Mines, dat u de leerlingen van Brokopondo deze gelegenheid biedt. Naast het ondertekenen van de contracten voor de beurzen, hebben studenten ook een award ontvangen voor het afronden van hun studie.